Hallo lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Manon en vandaag ga ik weer op pad voor de zonnebloem. Ik ga samen met mijn moeder naar de dierentuin Gaia Zoo in Limburg. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik heb er super veel zin in. Dus laten we snel gaan. We zijn er en hier zijn hele grote invalide parkeerplaatsen. Dus we staan ruim in het vak en we gaan nu op zoek naar de ingang. We hebben de kaartjes en de hostelen en de begeleiding krijgen allebei 2 euro. Ja, Nou, we hebben net een kaartje gekocht en ik kreeg daarbij dit formulier. En dit is een beschrijving van de rolstoelroute door Gaia Zoo. En het is dus geen plattegrond, maar het is een beschrijving met, omdat de dierentuin in een beekdal gebouwd is. Is niet alles even goed rolstoel toegankelijk, maar hierop staat dus wat wel toegankelijk is en wat niet. Na die lange autorit moest ik eerst heel nodig naar de wc en we hebben het invalide toilet gevonden, dus dat zal ik jullie gelijk even laten zien. En je kunt voor 1 euro een plattegrond kopen, maar die is ook overal te vinden hier in het park. En daarop staan ook de invalide toiletten goed aangegeven. Er zijn er meerdere verdeeld over het park. 1, 2, 3. Ah, dus overal wel een beetje. Ja. Supergoed. Klein drempeltje. Het ruikt heel schoon en het is niet heel groot, maar wel goed te gebruiken. Ja, een laag wasbak, beugels bij me. En mijn moeder kan er gewoon bij staan om mij te helpen. Dus dat komt wel goed. Kijk, ik rij hier gewoon en ik zie in één keer een wasbeer lopen. Superleuk! Kijk, daar komt er nog één. Valt ons op dat er overal van die grote lange ramen zijn. Dus je kan heel goed alle dieren bekijken. Je moet wel schokbrekers op je rolstoel hebben, want anders dan... Ja, het is een heel lang hop op mat. Dat vond ik iets minder fijn. Relatief groot, maar voor een kop eigenlijk. Een aap. Een verre aap. Oh ja. Kijk, en dat kunnen we heel mooi zien zo door dat glazen raam hier wat heel hoog staat. Het is 4:15 en Gaia Zoo is dicht. En wij zitten hier buiten nog even na te praten over deze dag. De conclusie is dat het een superleuke dag was en een superleuke dierentuin. Wat we zo leuk vonden aan deze dierentuin is dat je een route volgt tussen de dieren door. Je hebt echt het gevoel dat je er helemaal in zit, zeg maar. Alsof je een soort op safari bent. En dat is anders dan bij andere dierentuinen, waarbij je echt alle dieren afloopt, zeg maar. Ja. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En de toegankelijkheid was best wel goed. Goede paden,
gewoon brede paden bedoel ik. En het was vandaag ook heel rustig. En dat was voor ons ook wel heel fijn. Dan konden we lekker overal filmen. Maar sommige paden waren wel heel heuvelachtig. En of slechte bestrating. Dat vond ik wel iets minder. Maar over het algemeen was het echt prima te doen. Alleen met een handbewogen rolstoel wordt dit wel een uitdaging. Want ja, als je iemand de hele dag moet duwen, dan is het wel zwaar. Ik was blij dat je met de elektrische was. Ja. Wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. En laat hieronder even weten wat je van de video vond. En doe ook even een blauw duimpje omhoog. En like even de Facebookpagina van de Zonnebloem. Dat vind ik heel erg leuk. En dan blijf je op de hoogte van alle andere video's die we nog gaan maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Doei! Tot ziens! Doei doei!